Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Normaal zouden we nu gaan zingen en alles voor Sam. Waarschijnlijk gaan we dat vandaag niet doen. Sam is de hele nacht op geweest. Heeft koorts, voelt zich gewoon niet lekker. Dus kijk even hoe het de komende paar uurtjes gaat. En anders gaan we dat nog een keer alsnog doen natuurlijk. Maar ja, hij is gewoon niet lekker. Niels en ik hebben ook allebei vannacht bijna niet geslapen. Dus we gaan nog eens zien hoe de dag loopt. We doen het gewoon rustig aan. Hier is de ziekenjarige Job. Goedemorgen allemaal. Ik ben niet helemaal lekker. Ja. En daar zijn de twee andere boefjes. En papa, ik snap dat hij gaapt. Heb medelijden met hem. Echt, heb medelijden met hem. Ik heb al heel de nacht met hem beneden gezeten. Ja, daar had ik al de vlog mee geopend. Ja. Ben je moe? Ja, dat snap ik. Zullen we even zingen, papa? Lang. Liam. Zullen we Sammy zingen? Ja. Want Sammy is jarig. Yay. Lang zal die leven. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, hoera! Gefeliciteerd! Nou. Sam, een kusje geven die aan. Sammy is jarig. Gefeliciteerd. Je kan toch nog lachen. Yay. Ga je staan bij je speeltje? Jullie, je gaat niet slapen. Dit is wat Sammy gekregen heeft. Een staantafel met speelgoedjes. Papa. Jee, Sammy. Hey, hallo. Dat gaan we niet doen, hè? Dat is Sam zijn cadeau. Nee, is van Sam. Nee. Sam zijn cadeau. Niet doen. Niet doen. Nee. De show. Nee. Alsjeblieft, Sam. Ja, Liam is boos. Laat hem maar lekker boos zijn dan. Dadelijk kent op school boos zijn. Liam, nee. Liam, kijk mama eens aan. Nee. Hey, hallo. Ja, ben je leuk, hè? Wat is dat? Ja, is leuk. Sammy heeft het gekregen voor zijn verjaardag. Je hebt ook een mooie taxi gekregen. Ja. Mijn twee grote broers die zijn naar schooltje toe. En ik heb hem even zo neergezet. Ik heb net even koorts gemeten. Hij heeft geen koorts, dus dat is positief.
Nou kan hij even lekker van zijn speelgoedje genieten. En tv kijken. Nu hij geen koorts heeft, kan het zijn dat we de afspraak voor de kapper voor hem gewoon door laten gaan. Want dat is wel echt nodig. We gaan gewoon daar even kijken als Niels thuis komt dat te doen. En anders gaat Niels gewoon naar de kapper. Want het is dezelfde kapper. Dus dan laat hij zijn eigen gewoon even knippen. Dat kan natuurlijk ook. Maar daar hebben Niels en ik het zo even over wat we doen. Ah ja. Maar papa en mama, dat is leuk. Af en toe. Blag met mij, hè? De jakkie, hè? Ik heb ze bang. Hé, een boekje. Nee, hè? De grote jongen, hè? Het is de eerste keer. Ja, de eerste keer dat al vreemd. Hij is vandaag 1 geworden. Ja, is vandaag, ja. Ik ben al kijken. Ja, ik ben al kijken. Jee. En dit is het resultaat! Wow. Wat ben je knap! Wow. We hebben daarna gelijk even zo'n kliedertaartje opgehaald. En wat boodschappen gedaan. En een speeltje voor Joef gehaald. En een speeltje voor Joef gehaald. Maar nu krijgt hij even een flesje. Hij heeft al een krentenbolletje op. Vandaag samen fruit. Joef is 2 jaar, Joef. Ja, Joef is ook 2 jaar. We doen hem eventjes een flesje geven. Dan gaat hij zo eventjes de douche in. En is het alweer bijna tijd om Liam op te halen. Dus dat. Wat een verjaardag, hè, papa? Ja, langzaam komt hij weer een beetje terug. Ja, komt hij weer terug. Oké. Mooi zo. Deze grote vent hebben we even gewassen. Hij is niet helemaal lekker. Maar we hebben hem gewassen en hij wil echt slapen. Maar we houden hem wakker, want we moeten eigenlijk Liam ophalen. Ja. En we hebben hem... een heerlijke tuinbroek aangegeven. Ik moest even denken. Papa zit te zwaaien naar Liam. Nee, dat zal niet meevallen. Maar ben je toch knap, hè? Naar Liam te zwaaien. Sam, sorry. Sorry, al die namen. Mensen die ons volgen, die weten dat. Dat ik 20.000 namen gebruik voordat ik de juiste heb.
Hè? Ben je toch knap? Met je tuinbroekie. Ik vind hem leuk staan. Ja. Wij hebben Liam opgehaald van schooltje. Sam is een beetje aan het knikkenbollen. Die gaat nou eventjes een zetpilletje krijgen en een flesje. En dan krijgt Liam ook lekker een flesje als hij een croissantje op heeft. Nee. En dan gaan ze lekker naar hun nest. En dan kunnen papa en mama ook even bankzaken doen. Ja. Liam en Sam waren naar bed toe gegaan. Liam is alweer wakker. Sam slaapt nog. Dus die laten we nog even mooi een tukkie doen. Papa is ook in slaap gevallen en die wordt nu een beetje wakker gehouden door Liam. Hij moet dadelijk ook Jordi weer op gaan halen. Het is nu even kijken, 2:50. Dus hij heeft nog eventjes de tijd dat hij eventjes wakker kan worden, want hij hoort mij nou gewoon praten. Mm. Hij doet gewoon zijn ogen dicht om nog eventjes een beetje te rusten. Dat is ook belangrijk. Ik ben ook aan het uploaden nu. En voor de rest heb ik eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Waarom niet? Ik ben ook moe. Ik heb ook halve nog wakker gezeten. Maar ik kan niet slapen wanneer de kinderen aan het slapen zijn. En dat ik weet dat Jordi daar opgehaald moet worden. Dus ik heb die rust niet. Dus ik ben nog steeds wakker. Ik heb wel knallende koppijn ervan. Maar goed, hè? Vanavond gewoon op tijd naar bed gaan. Dus ja, voor nu ligt Liam lekker even bij papa te tukken, of in ieder geval te rusten. En zit hij lekker tv te kijken en is het hier nog rustig. Dus zo dadelijk komt Jordi weer naar huis en dan kunnen we taartje eten, want die hebben we gehaald. Ondanks dat Sam toch een beetje ziekjes is, hebben we wel een lekker taartje voor hem. En lekkere soesjes. Dus wij gaan lekker met z'n allen smullen. Maar eerst gaan we zingen! Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep de piep, hoera! Piep de piep, hoera! Jee! Nou mag Sammy blazen! Goed zo, Sam. Ja, jullie krijgen allemaal. Moet je zo. Oké. Inga.
Niels eventjes met Liam weg. Gewoon spelen naar de speeltuin, dat hij even zijn energie kwijtraakt. Sam die ligt hier lekker zijn drinken te drinken. Jordi staat daar, die wilde per se daar zijn. En vandaag hebben we echt zo'n dag dat we meh zijn. Want ja, hè, deze grote vent die heeft zoveel geslapen vannacht. Dus ik heb knalende koppijn, dus niet grappig meer. Dus ik ben blij als die kinderen straks naar hun nest zijn. En dat ik eventjes klaar ben met alles. Kindjes liggen op bed. Ze slapen toch, papa? Ja. En we hebben hier heel eventjes gauw opgeruimd. Gestofzuigd, gedweld, alles weer netjes. Ik heb even nog op de bank geslapen. Maar daardoor is wel mijn hoofdpijn nu een heel eind weg. Dus daar ben ik blij mee. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te melden. Ik ga op tijd naar bed en dat was het. Een hele goede morgen. Jordi heeft vannacht met papa in bed gelegen. Want die was wakker geworden, had een beetje buikpijn. En zo was het. Dus papa die zei, ik ga wel bij hem liggen. Want, hè. Visio is net geweest. We hebben eventjes gewoon rustig. Want het is inmiddels alweer meer dan een maand geleden dat ze er was. Dan is het voor Jordi gewoon even belangrijk om eventjes weer te connecten met haar. Dat heeft hij gedaan. Dus dinsdag gaan we weer volle bak aan de gang met de visio. Nou willen de kinderen fruitje hebben. Dus dat ga ik maken. En dan is het tijd om te eten. Wat wil je nou? Mama is bezig, vriend. Mama gaat fruit maken. Dus ik ga aan de slag. Ik heb eitje gebakken. Liam ligt al te slapen. Liam was zo moe dat hij op de bank in slaap was gevallen. Dus ik heb hem lekker in bed gelegd. Ik had zoiets van, nou dan ga je maar lekker in bed liggen. Dan word je maar wakker wanneer er iets is en je me moet hebben. Dus ik ben nou de kinderen eventjes hun ei aan het geven. En dan gaan ze dadelijk ook even naar bed. En toen had ik Jordi en Sam naar bed. En ja, Liam. Dus ik heb hem net even een boterham gegeven. En als je hem drinken. We kijken wel hoe ver het komt. Want anders gaat hij gewoon weer opnieuw naar bed. Kan allemaal. Ik ga heel eventjes hier een beetje opruimen. Zelf eten. Dat is ook nodig. En daar doen we het maar mee. Ik ben niet verder gekomen dan de vaatwasser, want meneer wil niet meer slapen. En hij heeft net zo hard geschreeuwd dat zijn broertje nu ook wakker is. Thank you. Kleine rat. In en uitademen. Het is hier één grote persbende. Tada! De keuken is niet veel beter. Ja. Dus dat is even doorbikkelen. Ik heb een chagrijnig kind. Deze hier. Deze. Hij wil geen bril op. Hij wil geen broek aan. Hij wil helemaal niks. Dus dat. Ik heb hem wakker moeten maken. Dus hij is chagrijnig. Net zijn moeder. Al die kinderen hier lijken net op hun moeder. Liam die heeft ook niet meer geslapen. Die had zoiets van. Jij legt me in bed. Terwijl ik hier op de bank lig. Ga niet meer slapen. Nou prima. Dan gaan we niet slapen. Je hoort het. Dit hoor ik dus al de hele tijd, dus hij is moe. Dus het ligt allemaal vroeg op bed vandaag. Sam, daar gaat het top mee. Heeft geen koorts, is vrolijk. Dus ik ben ook blij als hij blij is. Ik heb mijn eten al klaarstaan. Ik moet alleen nog even spaghetti en rijst koken. Want ja, Jordi die eet geen pasta producten. Daar kan hij niet tegen. Dus ja. Oh, en ik heb net ook de logo gesproken. Wij zouden eigenlijk Jordi weer naar de logo doen. We hebben het even besproken. Want volgende week krijgt hij weer botox. En dan is het weer 2 weken niks. En zij moet een ander project opstarten op dit moment. En ja. Voorlopig even geen logo PD. Jordi krijgt dat wel op school. Zij heeft gewoon nog contact met school qua logopedie. En zij gaat dadelijk ook als Jordi naar het schooltje gaat. Naar de gewone school. Of ja.
een school met kinderen met een beperking. Speciale school. Hoe je het ook wil noemen. Voor mij is dat gewoon school. Daar doen zij ook de logopedie geven. Dus zij komt sowieso na de zomervakantie als Jordi daar naar school gaat, geeft zij sowieso logopedie aan Jordi. Dus zij blijft gewoon de logopediste van Jordi. Alleen nu heeft ze eventjes een adviserende rol en houdt ik haar op de hoogte enzovoort. Dus dat is op dit moment eventjes wat er speelt. Ik heb ook tegen haar gezegd van ik wil wel dat Jordi aandacht voor jou heeft op dat moment. En ik weet dat op dit moment Jordi dat niet gaat hebben. Vooral niet als hij botox net heeft gehad. Dus ja, dan zitten we alweer april, mei, voordat hij dat een keer gaat doen. Dan heb je juni, nou, zomervakantie. En dan zijn we er alweer. Dus ik zeg ook tegen haar, heeft het nut? Heeft het geen nut? Ik weet het niet. Toen zegt ze, nou, weet je wel, zegt ze, we doen het op deze manier. Dus dat is afgesproken. Zo gaan we het doen. Dus ja, ik heb hier een acrobaat. Hij probeert op de bank te klimmen. Moet nog iets groeien, vriend? Of niet? Lukt hem bijna, zagen jullie dat? Dus ja, dat. Ik ga heel eventjes verder hier. Zorgen dat alles een beetje loopt zoals het hoort te lopen. En over een goede uur komt papa zo weer thuis. En dan kunnen we weer eten. Oh ja. Ik heb een heel druk hoofd. Mijn hoofd is echt aan het... Ik denk dat als je mijn hoofd van binnen zou willen zien, dat jij echt serieus helemaal gek wordt. Zo gaat het helemaal in mijn hoofd. Straks werd ik een beetje helemaal koekoek van al dat geschreeuw. Ik had Liam, ik had Sam die schreeuwde. Jordi was chagrijnig. Gelukkig kwam papa thuis om mij uit brand te helpen. Want ik werd echt koekoek. Je bent al koekoek, schatje. Ik hoor van jullie allemaal koekoek. Je bent al koekoek. Maar goed. Ik ben nog even met Liam naar de winkel geweest. Ja. En ik ben hier nog met Sam en Jordi gebleven. Sam's koorts is weer aan het oplopen gegaan. Maar ze liggen nu allemaal in bed. En wij gaan hier nog even opruimen. En dan gaan we niks meer doen. Gaan we voetbal kijken. Jij gaat voetbal kijken. Ik denk dat ik op tijd op... Ik denk dat ik op tijd op bed lig. Ik kom zelfs niet meer uit mijn woorden. Niet goed. Dus bij deze gaan we deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.